De rit door het Waasland gaat verder. De aardappelboeren daar hebben goede grond. Ze weten van aanpakken en ze zijn er fier op. Wij zijn twee broers uit Lembeke, Koen en Christophe. Wij zijn aardappeltelers. We zijn vandaag bezig met aardappelen aan het rooien uit het veld. En voor ons is het dagelijkse kost. Het loof komt al goed los nu. De aardappelen komen niet mee, dan zijn ze normaal gezien klaar om te kunnen gerooid worden. Dat is getras première deze. En deze kan je voor alle doeleinden gebruiken. Zowel voor de friet als voor het koken. Dit ziet er al goed uit. Waar normaal zien, kijk, nu hebben we er hier 8. Sommige percelen zijn er al 12, 13, soms 5. Ja, dat is sterk wisselvallig. Ja, gelang dat de weersomstandigheden en zo. Ja, de weersomstandigheden. Lijkt dat de natuur beslist. Dat wordt volledig machinaal gerooid, dan kunnen we bijna 1 hectare per uur rooien. Als je een 35.000 à 40.000 kilo van de hectare hebt, dan is de oogst goed gelukt van deze première. Voor die vroege aardappelen is dat een hele goede grond. Dat kun je altijd werken, dat is droog genoeg, dan kun je altijd in rooien. In de kleigrond is meer bewaren aardappelen, maar deze grond is goed voor vroege aardappelen. Vroege aardappelen, dat zijn aardappelen die doorsnee 100 dagen in de grond zitten. Dat wil zeggen dat ze dan ook direct kunnen verwerkt worden. Deze zijn vlug groot genoeg. Als je de late rassen neemt, deze beginnen maar af te rijpen in september. Deze moeten bijna 6-7 weken langer in de grond zitten. Deze kunnen niet bewaard worden. Deze moeten altijd direct verwerkt worden, dit ras.